Welkom aan alle watermannen. Welkom voor jullie maandelijkse horoscoop voor het teken waterman voor juni 2014. Een heel interessante maand voor de watermannen. En ik blijf dat altijd te zeggen interessant. Maar ik denk dat het leuk gaat worden voor de watermannen. Waarom? Zeker als je zo'n algemene horoscoop doet. Omdat jullie vijfde huis erbij betrokken wordt. En wat is het vijfde huis? Het is het huis van plezier, het is het huis van het amusement, het is het huis van romantiek, het is het huis van kinderen. Het is het huis van uzelf uiten, zelfexpressie, op restaurant gaan, genieten. Dat wordt allemaal geassocieerd met het vijfde huis. Nu, Mercurius, de planeet van het denken en van het communiceren, loopt retro doorheen dat vijfde huis, gedurende de ganse maand. Dus het is een ideaal moment voor de watermannen om stil te staan. Want Mercurius retro wil altijd zeggen stilstaan bij een aantal zaken, om ze dan nadien, als Mercurius weer direct gaat, om die te kunnen verbeteren. Dus dat zal voor jullie dan zijn. Maar nu is het een goed moment om erover na te denken, over die vijfde huiszaken. Dus misschien wil je gewoon wat meer plezier in je leven hebben en heb je er niet genoeg. Of misschien heb je er te veel, heb je het wat minderen. Wat het ook is, je hebt nu de kans om erover na te denken. Misschien een nieuwe hobby, of misschien wil je wat meer tijd spenderen met je kinderen, of meer praten, omdat Mercurius de planeet is van het praten. Ik denk dat een heleboel watermannen op het vlak ook van zichzelf zijn en tonen wie ze zijn, en daar ook dat doet met heel veel charme en heel veel au naturel. Ik denk dat dit het een van de belangrijkste zaken is voor juni, voor de watermannen. Tonen wie je bent, daar ook van kunnen genieten. En dat is heel belangrijk voor de waterman voor gedurende de maand juni. Profiteer ervan. Ik wens jullie het allerbeste. Wens je een persoonlijke horoscoop, klik even op de link hieronder. Alle gegevens vind je terug. Heel veel plezier, een goede maand toegewenst en tot volgende maand.